kijk, op de foto geweest met mijn grootste fans. Oh nee! Yeah. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Elze Knol, ik ben samen met D de cameravrouw. Yay! Film jezelf maar. Nee! Wel! Dat is niet geschikt. Kom het hok uit, we willen douchen, het is zo koud. Oh my god, Bumper is er ook bij. Waar ben jij, Bump? Bumper! Ja! Yeah. Kom uit dat hol. Oh yeah, boat life. Ik heb daar ook... Goedemorgen! Toet. Niet meer goed water. Daar liggen kleurtjes voor jou. Doe die maar even aan. Gaan wij zo douchen? Wij gaan douchen. In het water? Ja. Ik heb zo apart geslapen in dat hok. Dat is echt niet normaal. Oh, moet ik zachtjes zijn? Ja. Oh, er zijn nog mensen aan het slapen. Oeps. Kikkerbil! Oh, sorry. We zijn echt heel erg lang aan het lopen. We hebben die boot heel erg ver van het douchen geparkeerd. Maar dat is ook wel weer lekker, want dan heb je weinig mensen die langs jouw boot lopen. Zo, dat is slim. Ja, want anders heb je de hele... Anders, als er mensen om 7 uur gaan douchen of zo, dan hoor jij... Met die stijgers hoor je altijd vet hard, hoor je dat langs je hoofd en zo. En nu zijn wij de vervelende mensen die overal heen langs lopen. Ja, maar het is 9 uur, nu mag het wel. Het voelt echt alsof het 5 uur 's ochtends is, dat is echt niet normaal. Maar we hebben ook echt lang geslapen, we hebben gewoon... We zijn er heel even uit geweest vannacht, om 12 uur op de plassen. Ja, en toen zei Dave van, zo goed plassen. Ja, en ik vond me vet kut, want ik wist niet hoe ik uit dat hok ging komen in mijn in het donker, terwijl ze niet goed kan zien. Dus ik ging Enzo wakker maken, van yo, Enzo, hey. Ik vond best wel naar de plassen. Dus moest ik Dave redden in de nacht. Oh, weet je wat echt naar was? Net daarvoor, toen liet Enzo eerst echt een fucking scheet. En dat stonk heel erg. En daarna ging hij ook nog liggen snurken. Dat was echt... Ideale vriend, zo te horen. Not. Goed bezig, dames. Goedemorgen. Hup Holland. Ja, ik ga lekker douchen en dan kom ik zo ook, ja? Dan zijn we weer lekker vrolijk vandaag en de mensen ook. Ik vind alleen de douches niet. Nee, we staan hier nu in een soort van straat zonder douche. Wow, mijn camera was aan het trillen omdat ik heel even een koude rilling kreeg. Wow, check dan, allemaal graffiti. Je hebt mensen die zeggen graffiti, je hebt mensen die zeggen graffiti. Is het niet daar? Daar? Ik heb geen idee. Straks lopen we gewoon in één keer een huis binnen. Hallo mevrouw. Hallo. Heeft u enig idee waar de douches zijn van de haven? Ja, die zijn daar, in dat gebouwtje. In dat gebouw? Ja. Moet je even een code intoetsen? Ja, die code hebben wij. Ja? Okay. Code, heb je die gekregen? Ja, klopt. Ja, dan kun je daar lekker douchen. Oh, hier verheugde ik me zo erg op. Oh, dus daar zijn de douches ook. Daar zijn de douches, in dat gebouwtje. Perfect. Ja? Dankjewel. Okay. Yes, we hebben het gevonden. We waren namelijk nog steeds aan het zoeken. Nu snappen jullie misschien dat we dit niet aanzagen als een sanitair gebouw. Of een sanitair gebouw, hoe je dat ook noemt. Ja! Nice, deze goede inbreker. Dat is best creepy. Ja. En nu? Ga je daar zitten? Ga ik douchen. Het is best wel eng, weet je dat? We moeten hier geld in doen. We moeten namelijk een euro in de douche doen. Wil die aangaan? Goed zo. Hier, een douchecoin. Yes, een... Wow, serieus? Hoe lang kan je dan douchen? Wow, een aparte douchecoin. Daar gaan we. We hebben 7 minuten? 7 minuten. Oh, snel. Hoe doe je aan? Hem aan? Hier. Aan. Ja. Oeh! Oeh! Vind je nog niet? Oh, het is heel koud. Oh, hij wordt warm. Yes. Oh, lekker warm. En wij verlaten het sanitair gebouw helemaal fris. Oh, komen een lief poesje tegen. Hey. Oh, vind je dat lekker? Hey, vind je dat lekker? Dit is echt zo'n aandachtspoes. Die wilde iedereen geaaid worden. Geeft kopjes in de lucht. Je doet gewoon trucjes met die poes. Geniaal. Heel voorzichtig. Dit is een eend. Een loslopende eend. Hallo eend. Hey, eentje. Oh, blijf stilstaan. Hij komt weer heel dichtbij. Holy shit. Hij heeft zo'n poten.
Ga je in het water? Oh. Doei. Hallo. Hey. We zijn hier heerlijk aan het ontbijten. En Bumper die is lekker buiten. En ik ga even naar Bumper toe. Want kijk eens wie er langskomen, Bumper. Kijk eens. Oh, dit noem je suppen. Het lijkt me ook echt vet om een keer te doen. Goedemorgen. Kijk dan, ze zijn allemaal aan het suppen. Is het moeilijk, suppen? Suppen, valt echt mee. Valt het echt mee? Oh, serieus? Nou, je doet het hartstikke goed. Nou, sup ze lekker verder. We zijn vriendjes aan het maken. Goed zo, Deetje. Ik lok hem dichterbij. Nou moeten er ook andere eenden komen. Ja, Bumper rustig, hè? Bumper die pakt ze misschien. Kom, geef hem ook. Oh, misschien wil die meneer wel. Nee, doe normaal. Ik gooi hem naar die meneer toe. Meneer, lekker cakeje voor onderweg? Nee, dankjewel. Nee? Oh, oké. Had het graag gedaan, hoor. Ja. Succes! Nou, dan maar naar die eend. Nee, niet van. Alsjeblieft. Ja, nou, hij is klaar. Nu gaan we naar de andere eendjes. Ja, ik zag er een aankomen, maar ik zie hem niet meer. Nee, die is aangehouden door de politie daar. Die mocht niet onder de brug door. En nu, lieve mensen, gaan we naar de stad Den Bosch. Oh, daar zijn we eigenlijk al. Maar gaan we iets meer dieper in het centrum. En dan gaan we even lekker shoppen. Kijken wat er allemaal voor leuks is hier. Meteen even een plek gezocht waar je naar de wc kon. En dan ga je naar de wc en dan moet je een grote boodschap doen. En dan kan dat natuurlijk ook hier, want je hebt gewoon een wc. Maar check hoe raar dit is ingericht. Ik snap er daadwerkelijk helemaal niks van. Hier heb je dus de wc. En meestal zit je dan voorovergeleund, zit je heel even op je telefoon of wat dan ook. Alleen dat kan hier niet, want hier heb je meteen deze wc. Dus ik heb zo net hier een grote boodschap gedaan. En met mijn gezicht zat ik bijna in deze pot. Ja, het is echt heel erg apart ingedeeld, heel krap. Deze zei gewoon zo net tegen mij dat deze pet een beetje oud wordt. Een beetje duffig en een beetje smerig. Nou, ik vind het helemaal niet zo. Dit is gewoon de Enzo knolpet, samen met mijn knolpauwpet natuurlijk. Maar toen dacht ik van nou, als het iets anders wordt, dan wordt het sowieso iets wat een beetje nieuw is. Hey. Je lijkt wel kaal nu. Ik denk dat je van ver af kaal lijkt, omdat het echt zo'n huidskleur is. Soort, ja, inderdaad. Maar misschien achterover. Dit is beter. Nee. Oh god. Dit is net nu een helm uit het leger. Zo'n motorhelm of zo. Geniaal. Op de foto met... Ja, dit al lang? Kijk, op de foto geweest met mijn grootste fans. Oh nee! Superleuk! Een vogelspin die je kan besturen? Besturen bij een spin. What? Geniaal. Oh my god, dat is leuk om oma te pranken. Ja. Wow, moet je dit zien joh. Dit is gewoon een levensgroot masker. Holy shit. Halloween komt er namelijk aan, dus je kan er allemaal Halloween spulletjes halen. Ik ben helemaal niet zo van Halloween. Maar er verschijnen altijd wel hele grappige video's op YouTube waarin mensen echt een dood schijten. Ik heb namelijk heel erg vaak video's gezien dat mensen dan in de container zichzelf gaan verstoppen. En dan gooit iemand iets weg en dan zo waaah, komt hij uit de container met een masker. En dan soms dan schrikt ze super hard. Maar soms dan schrikt ze zo hard dat ze meteen gaan slaan of zo. Ja, dat is heel erg agressief. Ja, dat is echt super erg. Maar wel hilarisch. We zijn hier in een heel erg leuk winkeltje waar ze heel veel verschillende zeepsoorten hebben. En het ruikt echt bizar gewoon. Je hebt hier bijvoorbeeld gras. Dit is gewoon een grasblok. En het ruikt gewoon perfect naar gras. Ik bedoel, is natuurlijk ook de bedoeling. Maar ik vind het wel knap hoe ze dat kunnen doen. En binnenkort hebben wij een speciale datum. Mijn moeder, ik, mijn opa en oma en Milan, Jill, Day. Dan komen we met z'n allen bij elkaar. En op die datum gaan we alle verjaardagen vieren. Dus we zijn nu hier in Den Bosch gewoon allemaal wat leuke dingetjes aan het vinden. Voor iedereen. En zo heb ik nu hier twee hele leuke zeepjes gevonden voor mijn oma. Deze bijvoorbeeld. Ik weet niet, Dolce de Leg. Mijn uitspraak is altijd echt bagger. Maar het ruikt super lekker. Het ruikt echt naar mijn opa en oma. Iedereen heeft dat wel. Als je naar je opa en oma gaat, dat je daar binnenkomt, is zo'n bepaalde geur. Nou, die heb ik hier denk ik gevonden. En voor mijn opa heb ik al een grote sigaar gekocht. Die maak ik elk jaar blij met een grote sigaar. Dus ik denk dat dit echt het perfecte cadeautje is. En nu zie ik hier voor mezelf ook nog iets heel erg leuks. Davy vindt het niks. Maar dit is... Oh, een kokosbal voor in bad. Ja, zullen we er dan een nemen die ik ook lekker vind? Nee, ik neem gewoon eentje.
En jij neemt eentje die je leuk vindt en we nemen eentje die we samen leuk vinden. Zo heb jij een moment in bad, ik een moment in bad en samen. Maar je hebt niet eens een bad. Dan wil je in mijn bad jouw Als jij moment. Weg bent, dan ga ik een keer stiekem naar huis en dan... Wow. Dit zou echt geniaal zijn voor in de kamer van D. Gewoon zo'n supergrote bal. Dit is echt het perfecte verjaardagscadeau voor D. Ik was D dus heel eventjes kwijt. Toen keek ik om me heen en toen zag ik D nog ineens. Maar ik zag gewoon deze snoeptent. En toen dacht ik van, oh, daar moet D wel staan. En daar stond ze. Ja. Jij wil zeker wat lekkers. Ja. Ja. Even een stukje kaas proeven. Want we willen wat blokjes kaas meenemen voor vanavond. Zodat we een gezellig spelletje kunnen doen misschien. Of gewoon even gezellig kunnen zitten en dan een lekker stukje kaas erbij. Deze is goed gekeurd. Ik vind hem lekker. Ik vind hem heerlijk. We krijgen van deze meneer even een stukje om te proeven. Supergoed. Nou, we nemen meteen wat kaas mee. Heerlijk. Ik hoop dat ze het nog een keer gaat doen. Let op hoor. Ik hoop het. Kom op, doe het. Kom op, doe het. Ja! Kijk dan hoe cool. Oh mijn god, dit zijn van die schoentjes waar je kan rijden. Ik vroeg altijd, maar dat mocht ik nooit. Dit is zo cool. D, ja? In de tussentijd dat jij wat leuks aan het opzoeken was voor Bumper, heb ik iets geniaals bedacht. Ik weet wat je hebt bedacht. Wat dan? Of niet? Ik ga hier een kaartje halen van deze paarden. Dit is mijn hobby. En dan ooit als ik hier bij Milan ben, dan ga ik hem gewoon daar op zijn deur plakken. En dan denken mensen echt van... Ik dacht, we nemen deze mee voor Link, omdat die Coco heeft hij. Oh, inderdaad. Hier waak ik en dat kan ik dan. Dat is vet leuk, toch? Daar moet ik aan denken. Ja, ik kijk naar die paarden. Jij kijkt naar die... Ja, deze lijkt vet op die vogel van Link. Link is de persoon waar ik tegenwoordig heel erg veel Minecraft ook mee opneem. En die heeft inderdaad zo'n... Ja, wat is het eigenlijk? Een vogel, een parkiet of zo. Vogel, echt maar geniaal. Hij heet Coco en hij is echt een heel raar beest. En hij zit altijd in zijn video's en zo. Dat is vet leuk, toch? Ja, laten we die meenemen. En dan die ene troll. Die vond ik ook leuk. Die vond ik ook. Ik vond het ook wel leuk. Ik zat eerst nog te denken aan varkens, maar en ik dacht paarden is leuker. En iets leuks meenemen voor Bumper. Ja. Omdat hij zo lief is. Geweldig hoe D en ik dan soms op één lijn zitten. Niet. Maar we hebben allebei een goed idee. Ja, dat is waar. Dat is eigenlijk beter. Zo vullen we elkaar aan, hè? Ja. Ik wist helemaal niet dat het bestond, maar ik heb een ananas tosti. Het is echt een goede combinatie. We zijn heel even in de boot, omdat ik even vanaf hier een video ga uploaden. Ik heb mijn computer thuis aanstaan en dan ga ik altijd even op zo'n programma. En dan vanuit hier op mijn laptop kan ik mijn computer besturen. En dan kan ik gewoon even thuis een video uploaden. Hey, super handig. En we hebben hier een heel erg lekker snoepje gekregen bij de winkel op de markt. Voor Bumper, omdat we daar wat hadden gekocht. En Bumper, ik stoot mijn camera tegen het apparatuur hier. Waarmee je kan zien hoe diep het hier is, et cetera. Maar Bumper, die zat serieus zo net al met zijn neus in die tas, want die rook het meteen. En dit zat er inderdaad in, hè? Ja, wil je eten? Oh, vind je het wel lekker? Oh, eerst even ruiken, hoor. Nee? Wow. Zeldzaam beeldmateriaal. Hond wijst koekje af. Ik ga hem wat duidelijker geven. Misschien wist hij niet dat het voor hem was. Ga maar op je kleedje. Goed zo, ga maar op je kleed. Ja, dat is een beetje een zielig kleedje, maar... Zo, heeft hij het toch nog gegeten? Nee, hij heeft nog steeds niet gegeten. Hij heeft het in zijn mond. Bumper, wat ga je nou doen? Wat ga je doen? Je mag het eten hoor. Goed zo. Ja, lekker. Oh. Ik was het al bijna vergeten, maar ik kan natuurlijk gewoon de slow motion functie gebruiken op deze camera. En dat heb ik even gedaan bij Bumper, want hij zat zo schattig te eten. Heel erg vaak met kleren. Als ik dan wat nieuws heb gehaald, dan wil ik het ook heel erg graag aandoen. Dus dit heb ik nieuw gehaald. En dit is super cool. Je hebt namelijk dus een code nodig. Wil je hier erin komen? En als je eruit gaat, dan hoef je geen code te doen. Maar dan moet je je hand hierin doen. En dat is best wel creepy, want deze heen zit heel vaak spinnetjes en zo. Nou, dat is ook niet mijn grootste vriend. Maar dan doe je je hand zo erin. En dan moet je je hand naar links doen. Auw, mijn duim. What the fuck? Auw. Oké, dat is nog best lastig. Ah, en dan kan je hem open trekken. Nou, op die manier. Niet heel handig, maar het werkt. We zijn in een schoenenwinkel. En het is echt een hele opdracht. Want D, die wil graag laarsjes hebben. Maar ik ben heel veel eisend. Ja,
Want je hebt ook eigenlijk nooit echt goede laarsjes gehad. Nee, ik heb wel laarsjes, maar die waren 5 euro. En die waren zo kapot? Nee, ze doen het nog. Maar ze zijn niet echt warm of zo. Alleen die lichtfunctie werkt niet meer, of wel? Ik vond dat altijd zo cool, hè. Van die schoentjes vind ik nog steeds wel cool eigenlijk. Alleen zal ik het zelf niet dragen, maar van die schoentjes. Dat als je een stap neemt, dan gaat die helemaal glitteren, alle lichtjes aan. Zo. Vind ik altijd superleuk. Net zoals die schoenen die je dus vanmiddag zag met die wieltjes eronder. Dat is ook super cool. Het leuke als ik schoenen pas, is dat ik altijd met mijn rechtervoet moet passen. Want die is gewoon een halve maat groter dan mijn linkervoet. Oh, echt waar? Ja, dus altijd als ik dan in de schoenenwinkel ben, weet je, de verkoopster of de verkoper geeft je dan een schoen en zegt nee. Doe maar rechts, want anders dan weet ik nooit of die past. Maar? Deze past. Hey. And I like it. Do you like it? I like it too. It's a good sign. It's very good. Zijn ze in de aanbieding? Nee. Goed zo. Dit soort huizen in Den Bosch vind ik zo super cool, hè. Dat je zo'n bovenkant hebt, zo'n dak. Dat vind ik echt heel erg mooi. Anyways, de markt is dicht en wij gaan weer naar de boot. Dee en ik en de ouders natuurlijk van Dee stonden op het punt om Quinn op te halen van het station. En komen we deze grote baas tegen. Je vader had jou een berichtje gestuurd van, oh Enzo is in Den Bosch, ik heb hem gezien. En toen ben je gewoon als een gek door de stad gaan fietsen om mij te zoeken. Ja. En helemaal buiten adem staat hij hier dan eindelijk. Ja. En we hebben even toffe foto's genomen. Dus shout-out naar deze baas. Wauw. Peace. Daar is de train. Waar is Quinny? Quinny! Quinny boy! Slaapval. Oh yeah, Quinny met de knolpowertas. Die gekke man is gewoon in slaap gevallen. Dat heb ik ook super vaak gehad in de trein. En dat vind ik ook heel erg lekker. In de trein slapen, echt heerlijk. Kijk dan, wat een prachtig plekje. En hier zitten we dan, in een klein haventje van Den Bosch. Hey, hey. Beautiful girl. Hi. Are you coming with me? Yeah. Let's go. I'm that easy. Heel erg vaak drink ik dus latte macchiato karamel. En nu dacht ik, laat ik het ook hier een keer proberen. En dat heb ik dus ook gedaan. En Dee heeft ook lekkere chocolademelk gehaald. En ik zei knol en ze heeft het goed geschreven. En ik zei Dee en toen heeft ze het ook goed geschreven. En we hebben allebei een smiley erop. Oh my god, super cool. Maar ik moet zeggen, deze meid nam ook wel de tijd om je naam goed te schrijven. Want ze vroeg ook echt hoe schrijf je het. Ja. En je hebt wel eens, dan zeg je Joris en dan krijg je Klaas op je ja, je ik heb namelijk een keer Enzo gezegd. En toen kreeg ik echt Resco of zo. Ja, het was echt ook een naam die gewoon eigenlijk nog minder voorkomt dan Enzo. Dus. Ja, maar dat was echt 2 jaar geleden of zo. Dus zo lang heeft het geduurd dat ik het weer een keer ging proberen. Ja. Eet smakelijk. Nou, kan ik nog eens rust geven, dan zit jou weer te veel. Dankjewel, dankjewel. Heerlijke mozzarella. Dat is echt een goed hoofdgerecht. Het is altijd of carpaccio. Voorgerecht. Of zei ik hoofdgerecht? Ja. Voorgerecht, sorry. Het is een supergoed voorgerecht. Mozzarella met tomaat. Of carpaccio. En, hoe smaakt hij? Dee die heeft echt goddelijke... Goddelijke bier. Ja. Oh, het is zo koud. Ik had het al zo koud. Ik hou er zoveel van om een onhandige vriendin te hebben. Een onhandige schoonmoeder. Oh ja, oh ja. Schoonmoeder die stoot de bier aan. Maar dat is helemaal niet erg. Super goede service. Het bier was zo over het sperren gevallen. Maar je krijgt gewoon een nieuwe. Wauw, dat is wel echt... Super. Wat ik nog even wilde laten zien is mijn overheerlijke biefstuk. Yeah. We zijn terug in de boot en het is super gezellig hier. En wat we hebben gekregen van een kijker is onwijs gaaf. We hebben geen toetje gehad zo net, want geld was op. Maar we hebben wel echt iets super lekkers dus. Kijk dan, dit is ons toetje voor vandaag. Oh. Een shout-out naar de grote baas die dit heeft gemaakt. Ik ga het erop wagen hoor. Een knolpower cupcake. Cupcake. Heerlijk. En cupcake, zo. Ook goed. Nee, cupcake. Maar wel eerst het papiertje eraf halen, want anders eet je het. Ja, ik had het een keer in de vlog, had ik een keer dit opgegeten in het papiertje en ik wist het helemaal niet. En toen zei Dee, heb je nou papiertje ook? Ik zei, was dat papiertje? Ja, ik dacht dat het eetpapier ja, was. Ja, maar dat is alleen bij zo'n kook... Ja, ik zit hier heel leuk met het licht. Dat is alleen bij zo'n kokosmacroon aan de onderkant. Ja. Maar niet bij zo'n cakeje aan de zijkant. Nou, dat wist ik eerst niet. Het was echt... Oh, het was... Nou, ik ga er vast niet dood aan. Nou, je moet wel een beetje opschieten, mijn arm wordt echt ja. Ontzettend lam. Ik ga het eten. Joe. Toffe kijkers, ik lig nu heerlijk in bed samen met Deetje. Oh, ben ik toch een gelukkige jongen. Ja, dat is echt zo, Dee. Daar is Deetje. Hi. We liggen weer in dit super claustrofobisch hok. Het is echt niet normaal.
Je kan je kop... Het is een soort hut eigenlijk, hè. Ze, vroeger wou je dat altijd zo'n geheime hut. Zo ondergetogen, zo spannend. En dan lig je er helemaal in en dan denk je... Oké, okay, het is best eng. Best wel klein, stel voor er gebeurt wat, de boot zinkt. Ja, daar moet je dus niet aan denken als je hier ligt. Anyways, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het tof. Den Bosch is echt super tof. Woon je nou in Den Bosch? Dikke shout-out naar jullie. Tof dat jullie allemaal hebben gekeken. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken wij jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeggen we, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power!